Lisa en Lopke, persdag vandaag. Hoe bevalt dat? Ja, zijn we gewend. We hebben oefen gedraaid, proef gedraaid in de Medemblik in mei. En dat is al een stuk drukker, dus zijn we wat gewend. Het laatste moment hier voor de Nederlandse pers voor de overdracht, woensdag 4 juli. Hier in Weymouth. Hoe is dat? Ja, nou ja, we zijn er natuurlijk weer even tussenuit geweest door een gebroken duim. Maar we zijn weer heerlijk aan het trainen. We hebben wedstrijdjes gehad afgelopen week. Die gingen voor ons gevoel ontzettend goed. Dus we zijn weer terug on track. We gaan zo direct nog 2 keer naar huis. We hebben nog 2 trainingskampen hier. En dan gaan we los. Is voor het Echi? Ja, zeker. Heb je er zin in? Heel veel zin in, ja. Als jullie jezelf een cijfer mogen geven tussen de 1 en de 10. Wat voor cijfer geven jullie jezelf nu? Op dit moment? Ja. We waren heel scherp deze week. Maar er kan nog wel wat scherpte. Ik bedoel, we zitten nog niet op onze top. Dus ik zeg een 8,5. Een 8,5. Dus nog de laatste 2 keer om er wat aan te doen. Ja, er hoeven geen grote dingen meer te gebeuren. Maar we zullen ervoor zorgen dat we tijdens het spelen wat extra's kunnen geven nog. Ah, gaaf en spannend. Jouw duim, je moet nog varen met een brace. Ja, wat gaat ontzettend goed. Het is gewoon uit voorzorg, omdat er gewoon 6 weken voor een breuk staat. Maar ik heb nergens last van en ik kan hem weer buigen en gebruiken. Dus heel tevreden mee, gelukkig. En hoe is het in het huis nu? Want er zijn natuurlijk wat minder mensen. Er zijn een aantal zeilers afgevallen, want die mochten niet door. Te veel in de klasse met de Olympische Spelen. Ik hoor dat er een heel leuk sfeertje hangt bij jullie. Ja, het is heel gezellig. Een goede sfeer in het huis. Het is nu nog wel druk in de voorbereiding. Dus het zal straks tijdens de spelen anders zijn. Dan zijn er inderdaad minder mensen. Maar nu slapen ook alle trainingspartners er. Dus het is nu nog een gezellige boel. Maar het is lekker. Het is een fijne plek. Je uitzicht over het water. En tafeltennistafel. Een tafelvoetbaltafel. Dus voor de ontspanning. Je kan overal heen in de tuin. Dus het is lekker. Trampoline? Ook dat. Die heb ik nog niet gebruikt. Ik denk dat ik even uit de buurt blijf. We zal het dus na de spelen wel oefenen. Ja, precies. Want daar hup het water in, want het huis is daar. Hey, jullie moeten hier zaterdag weg zijn. Klopt. We gaan nog een aantal dagen hier trainen. Dan gaan wij ook naar huis. En dan zetten we al ons materiaal op een andere club neer. Zodat we van de volgende periode daar kunnen trainen. En we zitten heerlijk in dat huis. En we hebben helemaal ons plekje. En dan komen we hier waarschijnlijk weer terug als het helemaal opgeknapt is en alles glimt en glanst. En dat is ontzettend mooi, dan gaat het echt gebeuren. Ja, want hoe zal het hier eruit gaan zien? Heb je enig idee? Nou ja, ik verwacht niet heel veel anders. Zullen de stenen niet weghalen? Nee, ja, gewoon hetzelfde en wat meer vlaggen en een paar tenten en heel veel meer regels verwacht ik eigenlijk. Meer hekjes, want met test-event hebben we natuurlijk al 2 keer meegemaakt. Iets meer hekjes? Ja, wat meer hekjes, wat meer restricties en wat meer mag niet en moet wel. En maar dat weet je met de Olympische Spelen. Hey, vanuit jullie, er is best wel veel pers, niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd, jullie een grote kans geven voor een medaille. En eigenlijk hoor je heel veel goud. Hoe gaan jullie daarmee om met die druk? Oh, nou ja, dat jij dit zegt, dat had ik eigenlijk niet zo in mijn hoofd zitten. We zijn gewoon heel goed met het team bezig en met elkaar bezig. En hier in Weymouth hebben we gewoon ons projectje en ons dingetje met het hele team. Er hangt een super goede sfeer. En we voelen niet dat we onwijs veel druk van buitenaf krijgen. We willen gewoon met z'n allen ontzettend graag. En we hebben vorig jaar laten zien dat we ook echt die kans maken op die medailles. En het is aan onze taak om dat voor elkaar te krijgen. Ik ga ervan uit dat het wel gaat lukken. Tenminste, jullie gaan jullie uiterste best doen. Wat voor weer willen jullie eigenlijk hebben over 30 dagen of iets meer dan 30 dagen? We rekenen op alles en op niets. We zien wel wat er gaat komen. Het maakt ons niet uit. We hebben getraind met vrijwel alle omstandigheden. We kunnen op 6 verschillende banen varen met 360 graden verschillende wind. Hard, zacht. Je kan niet alles verwachten. Daar moet je vanuit gaan en dat moet je ook willen. Weet je al welke fans er van jullie komen? Heel veel. Ja? Vertel. Familie, vrienden, heel veel sponsors. Goed zo, nou die moet je natuurlijk hebben, want die hebben jullie de afgelopen jaren gesteund. En met jou, Lopke? Ja, nou, hetzelfde. Ik sluit me daarbij aan. Er komt een hele groep supporters ons aanmoedigen. En dat is ontzettend gaaf, maar we zullen ze niet zien. Of het is niet iets wat ons extra druk oplegt. Het is gewoon ontzettend mooi dat we na 4 jaar campagne het nu hopelijk op een hele mooie manier mogen kunnen afsluiten. Want jouw vriend heeft zelfs een reis georganiseerd voor 200 personen, hoorde ik. Dat klopt, ja. Die hebben een prachtige reis in elkaar gezet. En ik kan van de zijlijn, omdat ik natuurlijk met hem samenwoon, daar een beetje aan proeven. En dat maakt het alleen maar af
de hele campagne. We hebben het gewoon ontzettend goed voor elkaar gehad. En Lisa zegt ook altijd, als het nu niet lukt, dan hoe moet het dan? Dan ga ik niet nog door, want dat, beter kan het niet dan dit. We hebben best stuurvrouwen en een bemeste bemanning. En de hele campagne staat gewoon ontzettend goed. En dan is het zo direct aan ons en aan het team om het af te maken. Het beste team wat je maar kan wensen. Succes nog even. Dankjewel. Dankjewel.